Ben je van plan om binnenkort elektrisch te gaan rijden? Of misschien doe je dat al? Als je precies wilt weten hoe het zit met het opladen van je accu, blijf dan kijken. Je kunt je elektrische auto op 4 manieren opladen. Je kunt thuis laden, op je werk en openbaar laden bij een publieke laadpaal of snellader. In deze video ga ik je alles vertellen over het laden bij een publieke laadpaal. Er zijn ruim 100.000 publieke laadpalen in Nederland en dit aantal groeit nog iedere dag. Daarmee heeft Nederland de meeste laadpalen per vierkante kilometer in Europa. Ook zonder laadpaal thuis kun je dus prima elektrisch rijden. Het grootste deel daarvan zijn gewone laadpalen. Er zijn veel handige gratis apps die je helpen om een vrije laadpaal te vinden. Ik gebruik de app van mijn laadpas, de EU Laadpas app. Maar je kan ook een algemene app als Shell Recharge of Smooth gebruiken. Ook kan je in de navigatie van je auto vaak laadpalen vinden. Open de app, voer je locatie in en je ziet de dichtstbijzijnde vrije laadpaal. Ik heb er één gevonden! En naast de laad-app heb je ook een laadpas of laadtek nodig en uiteraard een laadkabel. Als eerste koppel je de laadkabel aan de auto. En vervolgens koppel je de kabel aan de laadpaal. Scan de tag of je laadpas. De auto start nu met laden. En dat zie je ook aan de lampjes. Als je auto op slot is, is ook je kabel vergrendeld. Je ziet op het dashboard of de app van je auto wat de status van het laden is. Hoe lang het duurt om te laden hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de laadsnelheid van je auto, de laadsnelheid van de laadpaal en hoeveel stroom er nog in je accu zit. Het opladen van een elektrische auto duurt gemiddeld 5 à 6 uur bij een openbare laadpaal. Maar dat is om hem helemaal vol te laden en dat is echt niet altijd nodig. Handig, in de app van je auto kan je zien hoe ver je auto al is opgeladen. Zo, mijn auto is ver genoeg. Om het laden te stoppen, scan je eerst weer je laadtag. Je hoort of ziet een signaal en nu kan je de laadkabel loskoppelen. Eerst de laadpaal en daarna de auto. Berg de kabel op en dan kunnen we weer verder. Goed om te weten. De gemiddelde woon-werkafstand in Nederland is 22 kilometer. Met een gemiddelde actieradius van ongeveer 300 kilometer betekent dit dat je meestal één keer per week hoeft op te laden. Bijvoorbeeld op je werk of 's nachts als je slaapt. Dan nog een paar handige tips. Als eerste hou er rekening mee dat laadkosten per laadpaal kunnen verschillen. Check dus in de app van je laadpas voor je gaat laden wat het tarief is. Tip 2. Is je accu vol? Laat je auto dan niet bij de laadpaal staan. En tot slot, wacht niet tot je accu bijna leeg is, maar laat regelmatig iets bij wanneer het even kan. Dat is beter voor je accu en relaxen voor jezelf. Veel elektrisch rijplezier!